En jij? Schippie. Schippie? Schippie, ja. Het is wat, hè, met die naam. Het is echt ingewikkeld, ja. Het is ook heel lang over nagedacht. Ja, hè? Ja. Het heeft wel wat, hè? Ja, ja. Vaantje, Bosje, Schippie. Kunnen we er wat aan doen, en die Matthäus? Nou, dat zou best kunnen, maar het moet natuurlijk niet, niet een obsessie worden. En het moet je geen... Het moet niet zo wezen dat je met 10 man overblijft natuurlijk. Maar zoals dat heet, een klein koekie. Zo heet dat toch? Ja, dat kan altijd natuurlijk, maar nogmaals... Het hoeft niet van dik hout zag mijn planken, hoor. Daar hebben we onze jongens voor. Daar hebben we onze jongens voor. Daar heb ik mijn jongens voor. Kijk, weet je wat het probleem is? Als we dat gaan zeggen, dan hebben we kans dat we geschorst worden door de UEFA. Ja, maar zo dus, erg hoeft nou, het ook niet. Nee, een maar... Een klein tikkie. Kijk, ja, laten we het daar dan ophouden. Een klein koekie heet dat. Ja, maar kijk, als je dit nou weer te ver uitgebreid gaat zeggen, dan krijg je weer toestanden. Wacht nou gewoon woensdagavond af, dan zul je het wel zien. Zwijt! Hou op! Hou op! Maar dat met Matthäus, daar zijn wij bijzonder tevreden over. Ja, dat kan ik aan je gezicht zien, ja. Willem, wat we nog niet behandeld hebben, was het onderwerp wat jij tegen Matthäus hebt gezegd in het veld. Want jij hebt hem ongeveer ergens tegen het einde van de wedstrijd 30 seconden lang in zijn oor zitten toeteren. Nou, nee. Nee hoor, ik sta gewoon... Is jouw Duits zo goed dan? Ik vind het wel zielig voor je, zei ik. Ja? En ja, het spijt me. Je vond het zielig voor? Ja, echt waar. Hij stond te huilen bijna. En dat vond ik zo jammer. Want het is zo'n fijne jongen is het. En dat doet je toch pijn dan, hè? Maar dat wordt een probleem met de Russen natuurlijk, hè? Hoe doe je het dan? Nou, met de Russen niet. Die jongens die wekken geen agressie op, vind ik. Nee? En, nee, dat zijn net robots. En die irriteren niet, hoor. Robots niet, hè? Nee. Dat vind jij een beetje robot? Nou, ik vind het niet, lijken me niet jongens van wat je zegt, nou, daar ga ik even lekker mee dollen. Niet Molto Sympathico? Ja, non Molto Sympathico. Nee? Ja, maar dat wordt verder alleen maar handje geven en doorlopen, denk ik. Of af en toe eens een elleboog. Ja, maar vaak heb je geen tijd om met die jongen, want ze gaan zo snel. Je hebt geen eens tijd om denk ik wat te zeggen tegen ze. Tegen die Russen? Nee, dat is echt onvoorstelbaar. Zulke snelle mensen heb ik nooit gezien. Maar, ja. Hebben we ook weer onze jongens voor. Ja. Ja? Gaan onze jongens het opknappen? Ja, ik denk dat mijn jongens wel weer wat flikken. Ja? Jawel.